Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Maarten Bloemers. Maarten, je bent van Guts, nou, de variaties in de Engelse taal, zeg maar, of Nederlands is uitspreken, of Engelse. Simpel beginvraag, wat doen jullie? Wij verkopen eerlijke tickets. Nou ja, dat willen we allemaal. Ja. Ja. En hoe doen jullie dat? Kort gezegd komt het erop neer dat wij echte digitale tickets verkopen. Dus in tegenstelling dat je normaal een kaartje koopt en dan krijg je een image in een PDF-bestandje. Is het bij ons echt digitaal omdat eigenlijk bij ons roteert de QR-code. Dus je kan geen screenshots maken en dat soort zaken. En omdat je hem dus niet vast kan pakken en niet kan kopiëren, beheers je eigenlijk dat hele ecosysteem. En dan kan je dus echte digitale tickets. Dus je kan je hebt programmeerbare tickets en daar kan je van alles mee. Maar leg dat eens uit. Hè. Ik koop een ticket bij jullie en ik denk dat ik een QR-code heb, maar dat is niet de definitieve QR-code, begrijp ik. Ja, nou in eerste instantie, we laten het nog wel zien als een ticket, zeg maar, op je mobiel. Dus het is eigenlijk wij zien het als een bewijs van een recht op toegang, ja? Dat gekoppeld is aan je mobiele telefoon. En we laten het wel zien als een ticket, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Maar dat doen we meer omdat het aansluit bij de ervaring van de mensen. En dan zie je eigenlijk een slotje op dat ticket. En dat slotje gaat weg wanneer onze klant, dus organisator van het evenement, dat slotje weg wil hebben. En op dat moment gaat er een QR-code verversen, eigenlijk iedere 15 seconden. En het is ook geen sequence, maar het is echt elke keer unieke barcode. Ik hoorde recent een interview met iemand van Ticketmaster, volgens mij. Ja. Over een nieuw model wat zij gaan introduceren. Ja. Dat lijkt heel erg op wat jij me nu vertelt, terwijl ik tot nu toe had gelezen altijd van jullie zijn de tickets op de blockchain. Daar kan ik vrij kort over zijn. Dus wij hebben dat 3 jaar geleden verzonnen en iedereen heeft ons gekopieerd. Ja? Ja. En nu proberen wij niet een soort van partij voor de dieren te worden, dat we het probleem op de kaart zetten en dat de rest mee aan de haal gaat. Maar we proberen nu door te stoten. Ja. Maar het is wel letterlijk zo. Ja. Maar het gebeurt op alle terreinen. De UEFA gisteren, ja, volgens mij, ja, zag ik dat. Ja. Dat was eigenlijk een vergelijkbaar model. Ja. Hè? Je koopt een kaartje en pas op het laatste moment krijg je eigenlijk het definitieve. En de UEFA die registreert het dan ook nog weer op blockchain. Op een hele, in mijn bescheiden mening, inferieure manier. Maar het is echt zo dat wij daar de allereerste in waren. En nou claimen jullie ook, althans je schrijft dat op je website, dat je ook dat op die tickets weer op de blockchain registreert. Ja. Wat voegt dat dan toe aan wat je nu net al vertelde? Dat heeft eigenlijk een hele voorgeschiedenis. Maar het goede korte antwoord hierop is, voor ons voegt het slechts drie dingen toe. Dat is transparantie. Hè? Dus iedereen kan zien hoe die ticketmarkt er van dat specifieke evenement uitziet. En dat is nogal iets. Dat is nu helemaal niet zo. Verantwoording. Hè? Dus wij zeggen eerlijke tickets. Maar ja, eerlijk is natuurlijk een subjectief begrip. Dus wij vinden eerlijk wat bijvoorbeeld een artiest of een evenementorganisator zelf eerlijk vindt. Dus misschien zegt hij wel, kaartjes mogen minimaal €80 zijn en maximaal €120, maar dan mag hij daartussen wel bewegen. En zolang mensen dat kunnen zien, vinden wij dat eerlijk. En het derde is, maar daar zijn we nog niet echt aan toe, maar dat proberen we wel, is eigenlijk dat we een soort van interoperabiliteit gaan creëren tussen al die systemen. Dus als een ticket eenmaal geregistreerd is op de blockchain, dat eigenlijk gewoon vrij kan bewegen over de markt. Binnen de regels die wij aan dat kaartje geven. Ja, maar even voor de duidelijkheid, want we hebben heel veel partijen hier aan tafel gehad die zeggen iets met de blockchain te doen. Maar we kwamen heel vaak tot de conclusie dat eigenlijk wat ze doen ook zonder de blockchain kan. Maar het simpele feit dat je wil voorkomen dat er fraude is met tickets en dat je zeg maar de doorverkoop wil kunnen controleren. Daar hoef je geen blockchain voor te gebruiken. Nee, dat bewijst Ticketmaster, Eventum en Paylogic, die bewijzen dat nu. Precies. Wel. Door ons gewoon, eigenlijk kopiëren ze alleen dat roterende deel, hè, dat stukje. Dus eigenlijk en dat digitaal maken. En het geheim van jullie moet ik zeggen, want het is gekopieerd. Ja. Dat je dus, wat je zegt, die QR-code die je normaal zou kunnen printen, doorverkopen, aan iemand anders mailen, weet ik wat. Ja. Dat kan niet. Want dat ding verandert elke 15 seconden van een karakter. Ja. Hoe weet vervolgens de zaaleigenaar welke QR-code en welke variant daarvan bij welk ticket hoort? Hoe werkt dat technisch in jullie systeem? Want jij zit op mijn ticket, laat je elke 15 seconden een andere barcode zien. Dus op het moment dat ik me bij de zaal meld en mijn ticket wordt gescand, hoe werkt dat aan de achterkant? In onze database...
wordt dat kaartje vriendelijk verzocht elke 15 seconden echt een unieke code te genereren. En die wordt gewoon gematcht met de scanner. Ik kan je een beter antwoord zo. Dus aan twee kanten wordt op dezelfde manier zeg maar de zeker. Tijdcode. Ja, oké, dus dat gebeurt aan twee kanten. Ja, zeker. En wat voor ons heel belangrijk is, is. Ik kom helemaal niet uit die evenementenindustrie, ik had geen idee. Maar wat je nu dus merkt is, iedereen die probeert eigenlijk dat ecosysteem te beheersen, eigenlijk door dat echt digitaal te maken. En wij proberen juist het ecosysteem helemaal open te gooien. Dus iedereen probeert het gesloten te houden om eigenlijk meer te verdienen. En wij proberen het juist helemaal open te gooien. En dat is dan nog het unieke wat we nu nog hebben. En gelukkig zullen zij niet snel genegen zijn om dat te kopiëren. Dus daar zijn we dan wel weer blij mee. Hey, maar ben je chagrijnig over de ontwikkelingen? Nee, natuurlijk denk je wel van verdorie. Hè? Maar in wezen is het natuurlijk een immens compliment, toch? Ja. Ik bedoel, wij zijn Calimero en zij binnen 3 jaar zijn ze een beetje mij nadoen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel hilarisch. Ja. Maar goed, je zei ook, we willen nu wel doorpakken. Ja. Je zegt eigenlijk het enige unieke wat wij nog over hebben is dat we het open willen gooien. Ja. Toen ik me erin zat te verdiepen, las ik dat jullie dat probeerden te doen door eigenlijk die tussenpartijen min of meer onbelangrijker te maken. Ja. Je hebt ook een paar klanten daarvoor. Guus Meeuwers doet dat, Joep van het Hek doet dat geloof ik. Die verkopen via jullie hun tickets waarmee eigenlijk zij volledige beschikking hebben over de klantdata. Ja. Dat is het belangrijkste waar jullie nu... Ja, okay. Want kijk... Ik ben van huis uit jurist en ik wilde gewoon iets bouwen op blockchain, want ik vond het interessant. Ik was heel benieuwd van, ik ben bij de Nederlandse bank gewerkt, leerde een beetje hoe geld werkt en toen dacht ik, jeetje, ja, ik wist er gewoon niks van. En toen dacht ik, dat wist ik helemaal niet. Toen kwam Bitcoin langs en dacht ik, oh goh, wat interessant. En toen kwam Ethereum langs en dacht ik, oh, nog interessanter, want ik heb zelf executerende contracten. Toen ben ik er gewoon iets op gaan bouwen, daar zat verder helemaal niks groots achter. En dat werkte. En toen dacht ik, oké, je hebt blockchain, dat is meestal een tussenpersoon wegknippen uit een waardeketen. Maar toen dacht ik wel, hoe krijg ik nou een tractie met dat bedrijf? Want ik kan wel van alles met containers doen, maar dan moet ik die hele waardeketen moet ik dan op mijn datastandaard krijgen. Ja. En dat gaat nooit lukken. En toen dacht ik met tickets, ik kan gewoon aanbellen bij een artiest en zeggen van, je moet je eigen tickets gaan verkopen en dan kan je het op een eerlijke manier doen. En dan kan je het nog een beetje als een soort van olievlekje laten groeien. Maar dit zijn best grote namen namelijk, hè? Die Roel al net noemde. Ja. Dus jij bent naar Joep op de grachten gefietst en je hebt daar aangebeld. Ja, mijn compagnon heeft dat letterlijk gedaan. Ja. Ja. En die zei gelijk, te gek. En wat is dan het argument waar artiesten voor vallen, het rechtstreeks contact? Nee. Dus bij Joep van het Hek, Guus Meeuwis en Jochem Meijer was het echt daadwerkelijk ziek zijn van die zwarthandel. Ja. Dus dat mensen echt gewoon, die verdienen vaak een veelvoud van wat de artiesten verdienen per show. En ik kan me wel voorstellen dat je daar een sikke pit van hebt. En zij worden erop aangesproken, dat vonden ze ook heel erg veel. Vooral Jochem Meijer, die is nog steeds immens populair. Die had daar echt last van. En die vindt het gewoon heel vervelend om daar op straat over aangesproken te worden. Maar hij zou kunnen zeggen... Ja, die zwarthandel, dat kennen we allemaal. En even voor de mensen die misschien de systemen niet zo heel goed snappen, ligt het nog een keer echt heel goed uit. We hebben ticketswap, gebruik ik heel vaak. Wat gaat daar dan mis wat jullie oplossen? Nou, kijk, bij ticketswap, soms hebben ze dan secureswap, maar over het algemeen is ticketswap gewoon een platform waarin jij in dit geval zegt, ik heb dit pdfje, wie wil het pdfje van me kopen? Ja. Ja, en dan gebruiken ze een soort van review systeem van, want het is gekoppeld aan Facebook, dus het zal zeer waarschijnlijk deze persoon wel zijn. En vervolgens hebben ze binnen de regels van de platform afgesproken, niemand mag meer verdienen dan volgens mij 20% extra. 20%, ja. En sowieso uit een goed hart geboren, laat ik dat vooropstellen. Maar het is verworden tot een ideaal middel voor zwarthandelaren die genoeg nemen met 20% marge. Ja. Ja. Want meer is het dan ook. Ja, jij zei vanavond al, had iemand op ticketswap, zie je dan, die heeft 12.000 kaartjes verkocht. Nou, dan weet je al gelukkig. Ja, er zijn er meerdere. Ja. 16.000 of... Ja. En ticketswap verdient natuurlijk, die pakken 5% van de
koper, 5% van de verkoper. Ja, dat zei ik ook al. Dat is een vrij geniaal, is best een vrij geniaal model. 100% geniaal. En ik heb diep respect voor Hans over dat hij dat op die manier heeft uitgevoerd. Goed, dat is zo fraudegevoelig als de pest, dat weet ik ook. Want ik realiseerde me al dat toen ik voor het eerst een kaartje verkocht van ik heb het nu aan jou verkocht, maar als ik maar eerder bij de zaal ben, kan ik er ook in. Ja, want precies. Ik heb het pdfje nog steeds. Ja. En dat lossen jullie op met jullie systeem. Ja. En dan ook nog, en waar we dus heen willen, want dat is ons doel. We willen niet het grootste ticketingbedrijf worden. Daarom kan ik ook een beetje lachen om Ticketmaster en dat die ons kopieert. Wat ik probeer te doen is, we willen echt de datastandaard worden voor alle bewijzen van rechten op toegang op blockchain. Of dat nou in het concert of in een vliegtuig of wat dan ook is, dat is ons doel. Dus we willen wereldwijd, want wij denken dat tickets op blockchain, dat gaat gebeuren. Is het niet over 10 jaar of over 20 jaar. En wij willen dan de standaard worden erin. Maar dan heb je toch, denk ik, als ik dat zo hoor, dan heb je toch al een vrij grote kans gemist met Ticketmaster. Want jij bent daar langs geweest. Zij zijn bij ons geweest, ja. Je hebt je verhaal uitgelegd. Je hebt de kracht van je platform uitgelegd. Ja. Heb je een bot gekregen? Toch wat anders doen. Ik heb geen bot gekregen, maar er werd wel op gezin speelt, ja. Oké. Okay. Maar ze zijn toch iets anders gaan doen. Ze zijn toch zelf gaan doen. Ik probeer. Ik ben niet zo diplomatiek namelijk. Dus ik ben een beetje naar woorden uit. Daar houden wij van. Kijk, voor je hoor. Het komt er gewoon op neer dat Ticketmaster. En dat is begonnen in de tijd van meneer Rosen. Dat is echt een Amerikaans bedrijf. We pieren alles eruit, bloed uit de steenvringen. Die willen gewoon veel geld verdienen. Hadden zij ons gekocht, dan hadden ze ons direct doodgemaakt. En dan had ik daar nu 2 jaar. Huilend achter een bureau gezeten en wel met een zak geld. Maar de andere kant is, het is nou eenmaal een van de grootste krachten op dit gebied. Ja. Dus ze hebben een eigen, geïnspireerd door jullie, hebben ze een eigen platform gebouwd. Maar hoe zitten jullie daar dan nu in? Dat zie je gebeuren, dus dat stuk van de markt ben je kwijt. Ja. Daar gaan jullie geen rol spelen. Ja. Hoe kijk je er dan naar? Wat is dan je strategie? Kijk, zijn een beetje bekend met de markt. Ticketmaster en Live Nation zijn gefuseerd. Maar vertel het toch eventjes, want niet iedereen... In feite zijn er twee grote partijen in de wereld. Dat is CTS Eventim, dat is eigenaar van de Scorpio. En je hebt Live Nation en Ticketmaster, exact. Ja. Ik denk dat die met z'n tweeën bestieren ze 85% van de wereldmarkt in tickets. Wat zij doen is, zij integreren verticaal. Dus zij kopen gewoon alles boven hun in de keten en onderin in de keten. Wat is dat dan? Die keten, dat is, je hebt een artiest, je hebt een manager. Dan heb je een agent vaak. Dan heb je een promotor. En een promotor die neemt over het algemeen het financiële risico van een evenement. En daaronder heb je dan nog een venue uiteraard. Wat Ticketmaster gedaan heeft... Is vooral in Amerika hebben ze allemaal die amphitheaters gekocht. Dus allemaal die venues gekocht en tegen die venues gezegd... Goh, je bent nu van mij en je mag alleen maar met Ticketmaster ticketen. Zo is het eigenlijk begonnen en op een bepaald moment is Ticketmaster erbij gekomen... en hebben ze eigenlijk met Live Nation hebben ze een hele grote promotor erbij gekocht. En meneer Rapino die doet nu allemaal 360 deals, zoals je dat noemt. En het is eigenlijk gewoon, joh, Madonna, kom hier. Je krijgt, 100 miljoen en je bent van mij. Alles wat je doet is nu van mij. Dus daar kom ik nooit tussen. Maar daar kwam ik al nooit tussen. Nee. Dus dat is ook helemaal niet erg. Maar waar zie je wel je kansen? Nu komt het, die verticale integratie bij Live Nation is heel heftig. Maar zelfs binnen die keten, wat eigenlijk door dezelfde personen bestuurd wordt, wantrouwt iedereen elkaar. Dus het is echt letterlijk zo dat promoters die proberen meer stoelen erbij te krijgen, zonder dat een agent of een boeker dat weet. Ik loop het financiële risico, dus ik wil eigenlijk meer mensen erin hebben dan jullie als weten. Als ik 100 stoelen meer kan verkopen. En dan heb je ook nog weer allerlei hele schimmige praktijken met VIP-tickets en allocaties die overal gegeven worden. Soms worden ze van tevoren al aan de secundaire handel gegeven. Laatst heb ik me bij Metallica gebeurd en zeiden ze, dat is een soort test. Maar ondertussen is dat een soort van spaghetti waar niemand wijs uit wordt.
En wij geloven er heel erg in dat op termijn, en dat kan lang duren, dat kan kort duren, maar op termijn is dat model denk ik onhoudbaar, omdat mensen gewoon nu een soort van transparantie eisen. En wat wij nu gaan doen is, wij hebben met Guts, is gewoon echt een etalage, gewoon laten zien, hey joh, het werkt, en het werkt ook voor stadionconcerten, want dat doen we met Guus Meeuwis. En nu zijn we bijvoorbeeld in Zuid-Korea begonnen, en dan zeggen we gewoon tegen een aantal Zuid-Koreanen, hier heb je het hele systeem, ga je gang. En dat gaan we nu het komende jaar hopelijk een keer of 1000 doen. En hopelijk ja, pak 10%. En dan zeg maar tussen alle echte topnamen die Live Nation doet en de kroeg die kaarten verkoopt, daar zit nog heel veel tussen. En wij proberen eigenlijk de grote ticketeers ten onder te brengen door heel veel kleine sneetjes. Death by a thousand cuts, zoals dat. Ja, wij hadden volgens mij, zal ik mensen denken, in 2014 of zo hadden wij Ticketscript hier aan tafel. Ja. Die hadden eigenlijk ook als unique selling point met name de gebruikersdata. Kijk, wat Ticketmaster ook nog doet, is zoals Paradiso werkt altijd met Ticketmaster, die hadden niet eens de e-mailadressen van hun klanten. Ja, maar die zijn nu volgens mij overgestapt. Nu zijn ze overgestapt naar Paylogic, denk ik. Paylogic. Ja. En Ticketscript is gekocht door Ticketscript. Is volgens mij door een Amerikaanse. Ticketscript is door Eventbrite gekocht. Eventbrite gekocht. Maar en Paylogic is nu door Vivendi gekocht. Oké, okay. Maar die bewegen zich allemaal op datzelfde dingetje wat jij eigenlijk ook jullie unique selling point doet. Ja. Hoe ga je daar nou weer van onderscheiden? Nou ja, ik had wel nooit gedacht dat we zo ver zouden komen. nee, gewoon oprecht niet. Ik bedoel, die markt is overvol en is keihard. Ja. Wat wij doen is zeg maar, de manier waarop wij data vergaren is wel weer echt van een andere planeet. Dus die is heel veel beter dan andere partijen weer doen. En we hebben nog wat... Dat zal Ticketmaster straks ook gaan doen. Maar omdat het een gesloten ecosysteem is, heb je dus de hele audit trail van zo'n ticket heb je natuurlijk. Dus hoe vaak dat ticket overkocht is, je weet altijd precies wie het is. En dat betekent dus ook dat je direct kan communiceren met alle fans... Die er daadwerkelijk zijn. Want normaal, stel dat de orde grootte 4 is, dan heb je per 4 personen heb je maar 1 datapunt. En in ons geval zou je kunnen afdwingen dat alle datapunten bekend zijn. Dus dat betekent dat de data heel veel mooier is. Maar daar zien wij ons pluspunt wel, is onze data is gewoon heel goed. Ja. En zien jullie de kracht ook dat het is jullie gelukt om een paar grote Nederlandse namen aan je te binden. Maar de kracht van deze grote Nederlandse naam is ook dat ze de kracht kunnen hebben om onafhankelijk te opereren. Exact. Ja. Is dat ook hoe je internationaal kijkt? Probeer je juist in Korea, zeg maar, de grootste namen juist aan je te binden? Want die snappen het beste. Dat elk stukje wat ze uit de keten weghalen. Ja, dat doen wij wel als voorbeeld. Ik wil eerlijk zeggen, ik heb niet zoveel andere keus. Want wil een artiest zijn waardeketen onder zich dwingen om ons systeem te gebruiken? Ja, dan zal hij wat in de melk te brokkelen moeten hebben. Ja. Dus ik heb ook niet zo heel veel keus. En het gaat mij nu echt om mooie use cases bouwen. Dus ik heb eigenlijk niet echt een andere manier dan dit. Nee, je moet wel met die grote namen, het is niet anders. Ja, ja. Maar de upside is vooral Jochem Meijer. Die heeft echt zo verschrikkelijk veel voor ons betekend. Ook internationaal, dat je kan zeggen van een van de grootste Nederlandse entertainers, zeg maar. Ja, ja absoluut. Dus gewoon puur, in de ticketingindustrie ben je of heel groot of je bent heel klein. Hè? Dus het is het servet of het tafellaken en daartussen zit eigenlijk niks. En dankzij Jochem hebben we afgelopen jaar, hebben wij bij alle grote contracten die nu in Nederland rondzwerven, die vrijkwamen, hebben wij in ieder geval meegedaan. Niet allemaal gewonnen, maar we hebben wel meegedaan. Ja. Hey, ik zag ook nog een leuke oerrok in Ureterp in Friesland. Ja. Dan denk je, wat is dat dan weer een festival? Maar wel 35.000. Oh ja. 35.000. Ja, ik ben 25 en stijf uitverkopen. Ik heb er wel een stukje over gelezen. Het dorp heeft 5.000 inwoners in het festival daar komen. Ja. Nou, weet ik veel, dat soort aantallen. Ja. Dus je weet toch wel, weet je, beetje bij beetje, die klanten binnen te halen. En ook, we doen het totaal anders dan anderen. Kijk, normaal is het ook weer, wat ook heel vaak zo is, is dat een ticketbedrijf, die is een soort van het zwarte schaap voor de bezoeker. Dus die
ticket fees die jullie op je kaart zien staan, die 8, 9 euro, die gaan echt niet allemaal naar het ticketingbedrijf. Dat is vaak dat ze zeggen, oké, nou, we pakken per kaart pakken we 4 euro. En dan is er vervolgens de vraag, hoe verdelen we die 4 euro? Pak jij 2 en ik 2? Of jij 3, ik 1? Ja. En de eerste keer, ja, ik had echt, ik had geen idee. Dus ik zat aan tafel, ik zei, wat zeg je me nou? Maar dan doe je toch gewoon de ticketprijs omhoog? Nee. Zo werkt het niet. Want dat gaat naar dat eerst. Precies. Dus dat soort dingen. En je hebt gewoon geen idee. Dus transparantie in die markt. Is brood nodig. Brood nodig wat ons betreft. Ja. Hey, maar jij zat met je goed betaalde baan bij de bank. Ja. En hoe ben je die afgelopen 3,5 jaar doorgekomen? Goed. Ja. Jullie verdienen gewoon geld aan je business. Ja, we zijn nog niet break-even. We denken wel dat we dit jaar zijn we break-even. En we zitten nu met bijna 30 man. Dus het is wel echt al een fikse operatie. Ja. Maar die crypto-bubbel, want dat was het, wisten wij ook wel, die is heel goed voor ons geweest. Dus daar hebben we de nodige runway hebben we daaruit gehaald. Maar in de vorm van investeerders of leningen? Jullie hebben in 3 jaar toch wel aardig wat geld verwant. Heb je alles in bitcoins gestopt? Zeker, ja. Ook. Ja. we hadden een proof of concept basically. En toen hebben wij een investment gekregen, een heel kleintje, dat is eigenlijk geen investment, dat was gewoon een innovatiebudget van ASR. Die vonden blockchain heel interessant vanwege zelf-executerende verzekeringspolissen. Toen hoefde je maar blockchain te roepen en toen was er wel iemand. Dus daar hebben we het eerste stuk mee gedaan. Hebben we dan zeg maar een soort van proof of concept, hebben we eigenlijk een minimal viable product mee gedaan. Toen hebben we de eerste pilots gedaan met Jochem Meijer. En toen hebben we een seed investment gekregen van zeer gewaardeerde, hele fijne investeerders. Maar dat was niet zo heel veel, 300.000 euro. En toen hebben we een ICO gedaan. Oké. Ja. En daar hebben we dat herinner ik me van de wereld draait door. Ja. Daar zaten jullie toen. Ja, daar zat ik. En daar heb je dat, toen heb je. Nee, ik heb daar niet. In die periode deden jullie exact. Actie. Ja, en daar waren we eigenlijk ook net iets te laat mee. Maar dat was wel. Nu achteraf zou ik ook niet weten hoe we het anders gered hadden. Ja. Daar hebben we toen echt veel mee opgehaald. En dat heeft ons in staat gesteld om te bouwen waar we nu zijn. Ja. Hey, en van die 30 mensen, hoeveel programmeurs, hoe zit het? Ik denk dat 2/3 daarvan zijn programmeurs. En ik wil eigenlijk het team, want ik ben ook manager, wat weet ik ervan. Dus ik wil het heel klein houden, ik wil schaalbaar. Ik vraag me altijd af, dan heb je 20 programmeurs en je hebt iets wat al lang werkt. Wat doen al die mensen? Ik dacht ook, tickets, hoe makkelijk of hoe moeilijk kan het zijn, right? Ik bedoel, je genereert een barcode en je scant het. Maar de complexiteit die daarbij komt kijken, die verbaast mij iedere dag nog. Ja. Alleen al zeg maar, echt grote hoeveelheden traffic verstouwen is al heel ingewikkeld op het gebied van development operations, dus servers en horizontale schalen. Ja, want je hebt natuurlijk ook te maken met die ticketverkoop. Het is allemaal in één keer. Hol of stilstaan, ja. En dat is al ingewikkeld. Ja. En dan heb je nog die complexiteit van geplaceerde evenementen. Met allerlei arrangementen, met een hapje erbij, een glas champagne erbij, en een ANWB-korting en een parkeerkaart en 2 dagen. Zelf je stoel kiezen. Ja, het is echt aanzienlijk ingewikkelder dan wij van tevoren hadden gedacht. En dat is goed ook, omdat we nooit aan begonnen. Koppelingen met al die venues, meen je dat serieus? Was je daar nooit aan begonnen? Is het nee, ik vind het wel te leuk. Was ik er nooit aan begonnen? Ja, misschien had ik wel iets anders gedaan op het gebied van blockchain, Maar nu. Hey, maar nog even, want dat blijft me toch fascineren, want zeg je, de blockchain was jouw fascinatie. Ja. Je hebt iets bedacht. Ik dacht gewoon, je hebt nu iets bedacht. Je doet nu eigenlijk iets wat helemaal niet op de blockchain draait of daarvan afhankelijk is. Maar je hebt wel weer een roadmap die naar de blockchain gaat. Ja, nee. En ik vind wel dat het er echt van afhankelijk is. Want als wij, die blockchain die zorgt ervoor dat we gedrag binnen de ticketingmarkt, als iemand onze standaard gaat gebruiken, kunnen we dat gedrag conditioneren. En ik vind het heel belangrijk dat. Ticketmaster en CTS, die hebben gewoon bewezen niet te vertrouwen te zijn. Dus daar komt het gewoon neer. Het gaat bij jou ook om verantwoording. Dat jij kan exact, van elk willekeurig ticket, kan jij in detail, op een milliseconde nauwkeurig, aantonen
wat ermee is gebeurd, van wie naar wie het is doorverkocht, ja, onder welke voorwaarden normaal. Ja. En jij hoeft mij niet te vertrouwen om jouw ticket door te verkopen. Ja. Ook niet heel onbelangrijk. Of je hoeft Ticketswap niet te vertrouwen om jouw ticket door te verkopen. Ja. En daarnaast, ik kan jouw gedrag conditioneren. Dus ik kan ervoor zorgen dat jij misschien wel iets winst maakt, mits mijn cliënten dat wil. Maar niet te veel, niet buitensporig. Dus wel binnen de marges van de redelijkheid die eigenlijk de promotor of de artiest aangeeft. En ik vind het belangrijk. Ja. Hey, ongelooflijk ingewikkelde markt. 30 man op kantoor. Dat laat wel zien dat je wel serieus bent in je ambities. Waar sta je over 2 jaar? Is het wel make or break de komende periode? Of kan je doorgaan op deze weg? Als klein duimpje tegenover de grote David en Goliath. Ja, er zijn eigenlijk twee routes. Wat we nu doen is, we zitten nu nog voor de sterrenstofroute. Dus we gaan gewoon... Nogmaals, dood of te gelijk. Ja, we hadden niet gedacht dat we zover zouden komen. Dus nu gaan we gewoon voor die wereldwijde standaard. En daar gaan we gewoon voor knallen. Als ik nu afschaal... we verdienen gewoon allemaal een goede boterham en dan heb ik een leuk ticketingbedrijf. Ja. Dus daar is er niks mis mee, toch? Absoluut niet. Ja. Alleen daarvoor doe ik het niet. Ja. Nee. Dan ben ik weg. Nee, ik ga voor de sterren. Je gaat knallen. We gaan het gewoon proberen. Ja. Nogmaals, dit had ik al niet gedacht. Nu gaan we gewoon kijken. Wat is daarvoor nodig? Welke stappen moet je dan zetten? Want het voelt mij als een... We hebben hier heel veel schaalbare bedrijven, zeg maar. Maar het voelt me als jij nog wel heel in de fase zit van één klant... per keer, zeg maar, die je voor je moet winnen. En hopelijk zorgt hij ervoor dat anderen daar enthousiast raken. Alle grote onafhankelijke artiesten in Nederland... Nou, dat kan ik niet helemaal zo stellen, maar veel daarvan... die werken met ons of gaan met ons werken. Dus hier in Nederland ben ik eigenlijk klaar. En ik moet er wel naartoe... dat ik ook een soort van verticale integratie ga doen... Dus waar ik nu op zoek naar ben, is een Serie A investering. Niet in geld, maar in ticketvolume. Dus ik moet een grote mediapartij zien te vinden die zegt, ik ga mijn eigen ticketing doen. Voorheen heb ik dat bij XYZ neergelegd. Maar ik wil zelf die data beheren en ik wil daar zelf mee aan de slag. En die grote mediapartij die moet zeggen, oké, alle evenementen waar ik bij betrokken ben, dan ga ik eisen dat dit het ticketingsysteem is. Bij een bepaald volume tickets zijn wij dus bereid om equity... aan zo'n partij te geven. Dat is de volgende stap. Maar dat is Nederland. En nogmaals, dat is echt gewoon een etalage. In Korea gaat het allemaal wat anders. En daar gaat het helemaal te gek. Dus dat... dat is wel mooi eigenlijk. Ja, geweldig. Ja. 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 En welke landen staan nog meer op jouw vizier? We praten... Ik zou straks Sander hier moeten zitten. Die doet ons business development daar. Maar omdat wij dus de eerste waren. En als je tickets blockchain, zo plat is de wereld. Dan staan wij bovenaan de Google. Uh-huh. En volgens mij praten we nu 42 landen. Ja. En dat is soms heel serieus. Soms zijn het echt gewoon gelukzoekers die denken... Ik moet iets met mijn leven, laat ik mijn ticketing systeem beginnen. Ja. Maar een aantal daarvan zijn zeer serieus. En Korea is echt... volgende maand knallen. Ja. Mooi man, dus je gaat er naartoe? Ja, ik ben er al een aantal keer geweest. Nu straks weer. Ja, dat wordt heel leuk. Ja, fantastisch. En wanneer kan ik mijn Lowland tickets gewoon via jullie... Dat gaat nooit gebeuren. Lowlands is Mojo. Mojo is Ticketmaster, is Live Nation. Zo zou je graag willen helpen. Hey, maar zijn jullie ook interessant voor de kleine... zijn jullie ook interessant voor de kleine artiesten? Want je moet met de grote beginnen. Maar... Nou, sterker nog, wij denken dus... dus wat ik al zei, die Rapino met zijn 360 deals. Wij denken dat een artiest die nu opkomt... Ja, die zou wel gek zijn om zijn hele hebben houden als een auteursrechten bij zo'n club neer te leggen. Wij denken dat artiesten helemaal zelf... Een community gaan opbouwen. En dan moeten ze dus zelf op die data zitten. Dus juist die willen we zo vroeg mogelijk hebben. En dan kost het ook helemaal niks. Ik denk altijd vanuit mijn eigen ervaring. Maar ik ben een grote Ajax-fan en ik zit altijd in de arena. Ik heb seizoenkaarten. Een van de grote irritaties van Ajax en van mij... is dat dat stadion vaak half leeg is. Maar dat er geen enkele manier is om je seizoenkaart... als je een wedstrijdje niet kunt, gewoon even iemand dat ticket zijn we te mee mailen. Bezig. Zijn we mee bezig. Ja. Lossen jullie natuurlijk zo op. Ja. Ajax... super ingewikkeld ook. Die willen nergens voor betalen. Oh, nee. Maar serieus. Ik zou nog overwegen om het gratis te doen. Want het is super use case voor mij natuurlijk. Ja. Uh,
Maar we hebben wel eens met Ajax gesproken, zeg maar, gewoon verkennend en we vinden elkaar leuk natuurlijk. Maar die stoelen, dus iedere stoel, ik meen, en dat doe ik even uit mijn hoofd, dat er 162 manieren zijn om op dat stoeltje te komen zitten. Dus ofwel, je hebt hem ooit in de jaren 30 gewoon gekocht, omdat ze toen een keer krap zaten. Of een clubkaart, of een seizoenkaart, of er zijn in ieder geval legio mogelijkheden om zo'n om het recht te hebben om op zo'n stoel te zitten. Ja, dat klopt. En die complexiteit, die wordt dus giga. Dus ja, heel behalve als ze zouden beginnen door te zeggen van nou, laten we nou eens beginnen met die, app gewoon, die 48.000 van de 53.000 die namelijk maar op één manier dat zou kunnen zijn. Ja. Namelijk gewoon de seizoenkaarthouders. Dat is namelijk gewoon één manier. Als je daar nou eens mee begint. Ja, die deur staat altijd open. Oké, dan ga ik daar even mijn best voor doen. Ja. Ja. Hey, we gaan je in de gaten houden. Superman. Ik ben altijd erg voor de David, onze Goliath in het spel. Wij zijn ook, wat Roland eerder al zei, we hebben echt al vanaf begin af aan heel veel uitzendingen gewijd aan de blockchain. En het is een beetje stil bij ons geworden, omdat we zo vaak voorbeelden tegenkwamen waarvan we dachten, dit kan ook op een andere manier. Dus we zijn altijd blij als we denken van, dit is wel toegevoegde waarde. Ja, nee, en ik denk dus, dat die voorbeelden zijn heel beperkt. Ja. Maar dat is ook goed. Die markt moet ook weer helemaal afkoelen en het moet weer helemaal. Ja. Het moet even opnieuw beginnen, precies. Ja. Ja. Heel erg bedankt. Dank jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes, PQR voor de hosting van de website, Jetstream voor de livestream en Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct hebben we nog een uitzending. Kijk je on demand, dan weet je dat je ons hele archief kunt terugvinden via YouTube of fastmovingtargets.nl. Dag!